Gerard Hulleman die ja, toch tegen een gat van twee lengte aankijkt. Want Jeroen Veenstra is ontsnapt. Op enkele lengte daarachter ligt Kees de Groot in derde positie. Wil Blauw op de vierde plaats. En zo zijn we dan in de laatste rechte lijn. En in die laatste rechte lijn is het Jeroen Veenstra die met Common Scott naar de overwinning gaat in de KBO Kerstprijs. Jeroen Veenstra wint het met Common Scott. De geduldige dames en heren, voortreffelijke winnaars van de jaarlijks terugkerende gelegenheidsstraverij op de 4,5 kilometer dag. Jeroen Veenstra en Common Scott. 8 jaar deze bruine ruin. Quiet Easy uit Inviolta, gefokt door mevrouw Schotten van de Blinken, paard en Stal Quattro. Paard is in bezit van familie Veenstra, Bas Krebas, de trainer, en Jeroen Veenstra, de winnende piqueur. Ik zal hem aan Dennis geven. Hij is op dit moment de groom en daarvoor een ereprijs namens de familie Stevens. Maasland vleeswaren met een vleeswarenpakket voor de winnende eigenaar. Kesbeke tafelzuren met een pakket voor de winnende rijder Jeroen Veenstra. En dit is natuurlijk altijd een heel bijzonder moment. Want ik dacht, Jeroen, dat het de eerste is, of niet? Klopt, dus de eerste, ja. Hoe voelt hij? Fantastisch. Kan ik me voorstellen. Je had alleen op een moment ja, dat je toch een beslissing moest nemen waar je misschien over twijfelde. Ja, klopt. Ja. Ik wou even niet te vroeg gaan. En ja, maar hij maakt fantastisch af. Ik ben de eigenaar hartstikke bedankt dat ik deze rit mag rijden. Fantastisch. Jij heet toch ook Veenstra? Ben je niet geleerd aan het paard? Nee, het was al eens een om voor mij. Laat maar gaan, Dennis. Ik geef hem een groot applaus, dames en heren. Een applaus dat hij nooit meer vergeet. Jeroen Veenstra, ook een man die Alkmaar een warm hart toedraagt. Hij mag dit jaar de grote gelegenheidskoers winnen met Common Scott. Ja, Bas, je kan hem wel wegsturen, hè? Ja, super. Jeroen doet ook veel kampioen. Jeroen is heel leuk. En zijn oom maakt zijn snel paard beschikbaar. En, heel goed paard. De eerste kans. Hij reed hem goed. Dankjewel. Bas Krebas, de winnende trainer, dames en heren, van Common Scott. Zo dadelijk komen ze nog één keer aan u voorbij. Nog één keer de ronde voor Jeroen Veenstra, de winnaar van de editie 2007. Vijftig meter nog. 30 meter. En de start is gevallen voor de gelegenheidskoers. De paarden en de rijders zijn van start. En Alfons van der Veer neemt de leiding met Martin Zevenberg aan de wijde buitenzijde. En aan de binnenzijde ligt hij op dit moment. En daarachter is het op dit ogenblik dan op de derde plaats Kees de Groot. We zien uitgeschakeld nummer 5 gelopen. Voor nummer 5 Albert H. met Paul Hogendijk. Die is uit koers wegens galopades. En we zijn aan de overzijde van de baan. En daar is de tweestrijd gigantisch. Aan de binnenkant Martin Zevenberg aan de buitenzijde, Alfons van der Veer, waarbij Alfons van der Veer met zijn paard een halslengte voorsprong neemt. Op een 3/4 lengte volgt dan Kees de Groot erachter, Jeroen Veenstra, die wordt gevolgd door Fennebosscha, dan Gerard Hulleman met Ed Voorham, een 3 lengte daarachter, volgt Wil Blauw, en zo zijn we dan weer op weg naar de rechterlijn voor de tribune. De strijd op het front is nog altijd hevig, als de paarden afgaan op de volgende ronde, en het is dan aan de leiding Alfons van der Veer, die heeft de kop overgenomen van Martin Zevenbergen, een 6e lengte. Daarachter ligt Kees de Groot rustig aan de reling op de derde plaats. Die houdt het kruid droog. En ook de achtervolgende combinaties die maken nog weinig aanstalten om op jacht te gaan naar de leiders. Als ze de Jong-Holland bocht uitkomen en aan de overzijde van de baan zijn. Met aan de leiding Alfons van der Veer. Die heeft 2 lengte voorsprong genomen met zijn Blue Diamond as. Op de tweede plaats Jeroen Veenstra met Donder Vreo. En naar de derde plaats is het aan de buitenzijde weer Kees de Groot. En die piloteert in dit veld Continental Lane met Jeroen Veenstra en Common Scott. Die daar achteraan gaat. Zo zijn we dan op weg naar de rechte lijn voor de tribune. Maar de voorsprong is daar nog altijd. Die voorsprong voor Alfons van der Veer met Blue Diamond As. Die gaat weer op weg naar de rechte lijn voor de tribune. En straks bij de finish nog 1 volle ronde af te leggen in de Camille Kersprijs voor gelegenheidsrijders. En dan is het Alfons van der Veer die nog altijd leidt. Maar het pak komt dichterbij. We gaan de laatste ronde in. Naar de tweede plaats aan de buitenzijde. Jeroen Veenstra. In 3/4 sporen gaan we de laatste ronde in. In de Jong-Holland bocht. Alfons van der Veer nog mars. Marginaal voorsprong op Jeroen Veenstra. Gerard Hulleman, de oude vos, ja, die ligt dan in derde positie. Hem hoef je niks te vertellen om een boodschap te sturen. Gerard Hulleman heeft grote koersen gewonnen, waaronder de grote prijs der Lage Landen. Maar de leiding is intussen overgenomen door Jeroen Veenstra. Uitgeschakeld nummer 4 galop en onregelmatig. Nummer 4 is uitgeschakeld. Alfons van der Veer moet het veld ruimen als we de laatste bocht aansturen. Is het Jeroen Veenstra en op jacht naar hem gaat Gerard Hulleman. Gerard Hulleman die ja, toch tegen een gat van 2 lengte aankijkt, want Jeroen Veenstra is ontsnapt.
gestapt. Op enkele lengte daarachter ligt Kees de Groot in derde positie. Wil Blauw op de vierde plaats. En zo zijn we dan in de laatste rechte lijn. En in die laatste rechte lijn is het Jeroen Veenstra die met Common Scott naar de overwinning gaat in de KMU Kerstprijs. Jeroen Veenstra wint het met Common Scott. Op de tweede plaats Gerard Hulleman met Barreltje. Derde is Continental Lane met Kees de Groot. En Wil Blauw en Tja 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 tikken als vierde af.